De componenten. Ik begin bij de weerstand. Je ziet hier een weerstand met ringetjes. Die ringetjes zijn de kleurcodes en dan kun je nagaan welke waarde die weerstand heeft. Nou, de eerste en de tweede ring zijn een getal. De derde ring is het aantal nullen. En de vierde ring is de tolerantie. Als die 10% is, kan de waarde 10% daarboven of daaronder liggen. Nou, hoe kom ik nou erachter wat ring 1 en ring 2 van een getal is? Hoe kom ik er nou achter welke kleur die ring heeft? Ik had eerst rood. En dan kijk ik bij rood, er staat een 2. Daarna heb ik blauw. En bij blauw staat een 6. Dus rood staat een 2. En bij blauw staat een 6. Ring 3 is het aantal nullen. En ring 3 heeft de groene kleur. En bij groen staat 5. Dus er komen 5 nullen achter. 1, 2, 3, 4, 5 nullen erachter. Die laatste ring is de tolerantie. Meestal is het zilver of goud. In dit geval is die groen. En dan staat er in je boek 2%. Dus deze is je tolerantiering. En die is 2%. De maximale waarde is 2% erboven. En de minimale waarde 2 eronder. Hoe groot is nou je waarde? 2.600.000 ohm. Het symbool van de weerstand is R en de eenheid is ohm. Dus mijn weerstand is 2.600.000 ohm plus of min 2%. Wat heb je nou in zo'n weerstand? Hier heb je een lampje geschikt voor 6 volt 20 milliampère. Als je die aansluit met een spanningsbron van 12 volt, gaat je lampje kapot. Zet je daar een weerstand voor, dan heet dat een voorschakelweerstand. En dan verdeelt die spanning zich, de stroom wordt iets minder en je lampje gaat niet kapot. De NTC, dat is een negatieve temperatuurcoëfficiënt, NTC. Hier zie je een schakeling. Dit is het symbool van een NTC. Een weerstand met zijn minnetje, spanningsbron en een lampje. Nou, wat gebeurt er nou? Als de temperatuur stijgt, dan wordt de weerstand niet hoger, zoals bij een lampje, maar dat is negatief, dus omgekeerd, wordt je weerstand lager. Als de weerstand lager wordt, wordt de stroomsterkte dus groter en dan gaat het lampje aan. Toepassing is bijvoorbeeld in de benzinetank. Als de benzine daalt tot hieronder, dan wordt die niet meer gekoeld, wordt je temperatuur hoger en dan gaat het benzinelampje dus aan. De LDR, dat is een Light Dependent Resistor, LDR. Een toepassing is bijvoorbeeld in een buitenlamp of een straatverlichting. Hier zie je een straatverlichting met een relais. Hier zit een spanningsbron, je LDR, het relais, een lamp. En een spanningsbron voor die straatlamp. Hoe werkt het LDR? Nou, dat is een regeltje. Het regeltje is, als het donkerder wordt, is er dus minder licht. Wordt je weerstand groter en je stroomsterkte kleiner. Dus nou gaan kijken of dat klopt, die schakeling. Nou, dit is in dag overdag getekend. En dan brandt je lamp uiteraard niet. Als het nou donker wordt, is er minder licht. Het regeltje is dat je weerstand dan groter wordt van je LDR. De stroomsterkte hier doorheen kleiner. En het ankertje wordt dan niet meer aangetrokken, maar het gaat naar rechts door een veertje. En dan gaat je lamp dus aan. De LED. Die letters staan voor Light Emitting Diode. Een lichtgevende diode, zeg maar. En zo'n diode, een LED, is een lichtgevende diode, laat de stroom in één richting door. Stroom vloeit van plus naar de min. Dit is de doorlaatrichting, dus in dit geval brandt de LED, oftewel het lampje, wel.
Hier, de stroomvloeit van plus naar min, is de sperrichting getekend en daar is je lattice uit. Dus een diode laat de stroom maar in één richting door. Condensator. Hier zie je een schakeling met een condensator. Een spanningsbron, een schakelaar, een lamp en een condensator. Het symbool voor de condensator zie je hier dus getekend. En de capaciteit, dat zegt iets over de sterkte zeg maar, van die condensator, die wordt uitgedrukt in farad. Meestal zie je microfarad op een klein condensatortje. Hoe werkt die nou? Sluit je S, schakelaar S, dan laat die condensator zich op. Dat is een oplaadbaar spanningsbronnetje. Als je hem nou opent, brandt je lamp nog steeds, totdat je condensator leeg is. Ten slotte de transistor, dat is de lastigste. Hier zie je het symbool van een transistor met BCE. Dit is de basis, dit is de collector, dit is de emitter. Ik heb een spanningsbron en in een raam zit een draad. Nou, de stroom vloeit in dit geval van de plus zo naar de min. Door die transistor gaat hij wat lastiger, dus de stroom vloeit nou van de plus volgens de groene pijltjes terug naar de min. Wat gebeurt er nou als het raam kapot gaat? Nu is het raam kapot. De bedoeling is dat de bel dan afgaat. Eens kijken wat er nu gebeurt. De stroom wil van plus naar min vloeien, dus die wil hier zien te komen van plus naar min. Nou, hij kan hier niet meer verder, dus wat doet hij nou? Van de plus door de basis, door de emitter, terug naar de min. En op het moment dat een stroom door de basis vloeit, gaat er ook een stroom vloeien van C naar B naar E. Dus op dat moment gaat er een stroom vloeien ook in dit circuit. En dan gaat je bel af. Dus ik heb het even met groene pijltjes getekend. Op het moment dat er dus een stroom gaat vloeien door je basis en emitter, door je basis en je emitter, schakelt het transistortje en dan gaat er ook een stroom van een veel grotere vloeien van de collector naar de basis naar de emitter.